Hey, hallo en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Feyenoord vlog. Vandaag tegen SC Utrecht. Ik ben samen met Rumunski. Ja, de enige echte Rumunski. En weet je wat Kevin altijd zegt? Nou, die zegt altijd dit, hè? En hallo kijkers, mijn naam is Kevin en welkom bij mijn allereerste vlog op mijn kanaal. Ja, dat zegt hij altijd, hè? Ja, dan plak ik even een stukje tussendoor. Dan plak ik een filmpje tussendoor, weet je wel. Van, hey, leuk dat je kijkt. Wat zei hij nou ook weer? En hallo kijkers, mijn naam is Kevin en welkom bij mijn allereerste vlog op mijn kanaal. En welkom op mijn kanaal. Ja, precies. Nou, we gaan er fijn naar toe. Ja. Ik ben vreselijk laat, want ik ben mijn muntjes kwijt. Het is weer zo ver. Ik ben ook weer alles kwijt. Kom op, pak jij de camera's even beter, want ik moet nog even checken. Is het goed? En gewoon zo even checken zoals het is. Ja, en dubbel checken wat dat wordt. Dat is helemaal goed. Nou, dan kunnen we gaan, jongens. Ja, dat is helemaal goed. We kunnen gaan, hoor. Dan gaan we even de overchip pakken. Voor een goede zak. Waar is de overchip? Oh, hier. En dan zet hij in beens. Tuut. En dan zegt hij ook. Zo, we zijn er door. Dat is even mooi zo weer. Na één na laatste competitie thuiswedstrijd. De één na laatste thuiswedstrijd in de competitie. Dus hierna moeten we nog één keer. En dat is tegen Sparta. Over 2 weken. Tegen de Nep-Rotterdammers. Ja, tegen de Nep-Rotterdammers, dat is wel. Dat is mooi, ja. Dus we gaan het wel zien. Ja, mag ik er wat moois van zomaar. Mag je eigenlijk niet op grond roken, dus ik ga hem snel naar beneden. Zo. Die zegt. Nou, en dan. Wat voorspel je vandaag? Wat voorspel je vandaag tegen Utrecht? Wat denk ik dat gaat worden? Ik hoop sowieso hoop ik dat het maximaal 3. Hey, dat is goed. 3-4-0 mag worden, hoop ik zo'n beetje minimaal. 3-4-0, nou we gaan het wel zien. Ja. We gaan op de metro wachten en dan schrik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en we zijn weer bij de Kuip aangekomen. Ja, en, dat zie ik weten. We gaan zo lekker naar binnen toe. Het was een lekker rustig rietje eens een keertje. Een keertje een lekker rustige tram, kon gewoon zelf zitten. Ja, precies. Maak je ook niet vaak mee. Nee, dat niet. Maar we gaan nou lekker naar binnen toe. Hier op het Maasgebouw. Hoppa. Maasgebouw. Stadion Feyenoord. Topsportcentrum. En ja, het Maasgebouw. Geen RTV Rijnmond. Nee, vandaag geen RTV Rijnmond erbij. Dus we zien jullie dadelijk wel weer als we binnen zijn. Dus even kijken dat het weer een vraag hoe druk het is. Ja, precies. Dat is ook maar weer de nieuwe vraag. Ramon die moet er even muntjes halen. Ook voor mij, omdat ik dus mijn muntjes niet kan vinden. Nee. Nou, ik hoop dat ik ze terug kan vinden, want dan kan ik ze weer teruggeven. Ik moet het even het goede weer vermaken voor vandaag, zal ik maar zeggen. Hier op het top sportcenter. Oh, dat is niet verkeerd. En dan gaan we de. Kijken, het is wel aardig druk, ja. Het is wel weer aardig druk alweer. Nee, dit keer moeten we wel even in de rij gaan staan, Ramon. Ja, dat is niet zo. Nou ja, in ieder geval spreken we jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo!
Utrechtse Joden! Ja, precies. Half uur.
players. Yeah, it's just a bit of a...
De Jagger. Ja, Ricardo, weet dat? Ricardo, wat mij nou? Overnieuw. Ja, maar Ramon die zag weer de Jagger erin staan. Hè? Dat schijnt dan weer een gebied te zijn. We hebben er nog eentje. Oh, we hebben er nog eentje trouwens. Hè. We hebben er nog eentje. Ja, meneer de Jager. Ja, meneer de Jager. Kevin. En Kevin de Jager, hè. Ja, precies, hè. Meneer. Dat is wel, hè. Tot weer. Dat is mooi, hè. Jager, wat we doen. Jager, sukkeltje.
moet gewoon voor alles maar weg, hè?
Feyenoord in. Zet die voor het seizoen Feyenoord in.
Het is lang af
afgelopen hoor, vlak maar af. Ja, fiets. Nou, het is afgelopen Feyenoord heb met 3-1 gewonnen van FC Utrecht. We gaan nu weer de drukke tram in, zoals gewoonlijk. En we gaan weer het obstakeltje nemen. We gaan ook weer dat weer voorweg weer terug. Dat is ook weer niet verkeerd. Ja, en we gaan het leuke obstakeltje weer nemen. Ja, zoals een heuveltje wel. Een leukertje heuveltje, ja, waar je altijd je nek breekt. Maar we gaan het wel weer zien, dat we er weer schadevrij vanaf komen. In ieder geval hebben we met 3-1 gewonnen en staan we dus nu vast op de vierde plaats. Dadelijk is de wedstrijd PSV tegen de Neuzen. Ik hoop dat PSV wint, want als PSV wint dan zijn ze kampioen. Ja, precies. Nou, en ja, beter PSV dan de Neuzen, dus ja, precies, hè. Daarom, hè. Nou, we gaan het heuveltje maar weer nemen, jongens. Zijn we er klaar voor? Ja, zal het weer een hindernis hier altijd? Nou, daar gaan we weer. Op, omhoog. Dat valt er wel mee. Maar deze naar beneden die is altijd nogal een beetje tricky. Let op, dan ga ik daar vallen. Nee, ik ga niet vallen. Zo. Kijk, dat heb ik toch weer even mooi gedaan. Hè? Ja, nou, we gaan de trim in en dan spreken jullie daar weer. Laters. Zo. En we zijn weer in Spijkenisse. Ja, precies. En Heemraadlaan. De Heemraadlaan zijn we weer en we gaan stoppen nou in de auto naar huis toe. Tot ziens. Ik bedank Romanski voor het kijken. Zeker, wie het er niet kreeg gedaan. En ja, jullie zien me wel weer bij een nieuwe vlog. Of anders bij de livestream. Yes. Op van GTA 5. Ja, ook niet. Ik ben weer bij mijn gele kanarietje en ik spreek jullie allemaal wel weer. Allemaal wel weer, allemaal wel weer. De groetjes allemaal en ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan zeg ik Ramon, bedankt. Zeker, heel toppie. En dan zie ik en spreek ik jullie wel weer bij een nieuwe vlog of livestream. Groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabidi, skabidoo, skabidabidoo. Zie je.